dagen. Het leek me leuk weer eens een dag te vloggen. Een dag uit mijn leven te filmen. Vandaag is Feed. Ik ga naar Feed. Ik heb mijn eigen stand daar. Makeover studio. Eerste keer Feed in Nederland. Er is natuurlijk al YouTube Gathering. Die is volgende maand. Maar dit jaar dus nu Feed in de Westergasfabriek in Amsterdam. Meet and greets, alles. Mega leuk. Ik vind het heel erg spannend. Zo vroeg. We zijn onderweg. Make-up is gelukt. Ik heb mijn outfit bij elkaar gesprokkeld, want ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Ik heb uiteindelijk uit mijn lente lookbook de laatste outfit zo'n beetje helemaal aan. Alleen andere schoenen, maar wel dus dat topje. Haar. Het topje en het jasje en dan die jeans. En dan heb ik er alstublieft eronder, omdat ik de hele dag moet staan, dacht ik. Ik moet wel eventjes iets comfortabels. Ik zie net zo de zon heel mooi schijnen in de lens. Ja, de zon is echt dat is een mooi effect. Ja, lekker weer is het. Nou, waar zijn we? Daar is de Westergasfabriek. Dit is het terrein eromheen. Ik zie niks. Ik zie niet. Ja, maar hoe laat is het? Misschien zijn ze al naar binnen. Het is 5:09. Nee, zouden ze nog niet naar binnen mogen. Maar waar is de ingang dan? Ja, Tesco had over een truck. Truck? Oh kijk, daar staan mensen. Zie, Tesk is aan het oefenen. We zijn binnen inmiddels. We zijn even aan het zoeken naar zeg maar, de ruimte waar we onze spullen neer kunnen zetten. Maar het is echt... Kijk hoe vet! Het ziet er echt heel cool uit. We zijn backstage even aan het wachten tot straks iedereen naar binnen gaat. Haar wordt even gedaan. We gaan zo meteen beginnen op mainstage. Letterlijk toen er iemand op het podium op kwam lopen, begonnen meiden te gillen. Dus zij zijn er echt klaar voor. En ik denk dat ze het heel tof gaan vinden als ze zoveel mogelijk van jullie on stage zien. Dus ik zou het heel tof vinden als jullie zo even met ons meelopen. Dan kunnen wij namelijk met een groepje jullie veilig naar de overkant van de ruimte, van de hal brengen. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan neem ik jullie graag mee. We gaan. Oh, oké. Okay. Oh jee, we gaan. Goed. Dit was zo bizar. We liepen de zaal in en gelijk zag je al die hoofden draaien. Mensen keken naar ons op weg naar het podium. Heel erg spannend. Oh ja, mocht je af en toe Jeffrey of Suzanne horen, zij hebben me geholpen met vloggen. Dus vandaar. Jezus, echt. Ik vind het echt bizar. Ik krijg kippenvel. Oh. Iedereen is helemaal geflipt. Oh my god! We waren net op het podium. Het was echt crazy. Ik kreeg echt zo erg kippenvel. Want je ziet ook iedereen staan. Het is bizar. Dit was mijn makeover booth, mijn makeover studio. Heel erg cool met allemaal rimmel make-up. En mijn favoriete parfum, Daisy van Marc Jacobs. Er stonden de hele dag twee fysicisten die makeovers gaven. Maar ik ben zelf ook natuurlijk bij mijn stand geweest om makeovers te geven. Heel erg cool om te doen. Vera is nou bezig op de booth, dus ik kijk even verder rond. En hier zijn ze aan het dansen. Ook wel heel grappig. Ik kwam Sanne tegen, maar ze is al in beslag genomen door alle fans. Dus ze is nu druk aan het handtekeningen uitschrijven. Ah! Ik ben nu aan het rondlopen. Ik heb Sanne gevonden. Ik moet alleen nu Ayla vinden voor Vera. Even kijken. Maar het is zo druk hier. Ayla! Ik ben jou net aan het zoeken en aan het voelen dat ik jou aan het zoeken ben. Altijd weer, hè? Altijd weer. Maar ik moest jou roepen van Vera. Ja. Die is nou op haar stand daar. Ik zocht naar Ayla omdat ik heel graag met haar in de fotobooth wilde. Dat hadden we afgesproken via Twitter. Ze heeft namelijk een heel erg leuk fanaccount. We like Vera. Ga haar zeker ook even volgen. Ondertussen was ik nog bezig met de makeovers.
Ja, mooi. Hier is een silent disco. Dus jij hoort wel muziek, maar gewoon in het algemeen. Maar niet de muziek die hun horen, denk ik. En ze gaan nog niet echt los, maar misschien komt het nog. De cameraman gaat wel los. Van de Silver Play Button voor 100.000 abonnees. Het was helaas een beetje nep, want we hebben hem bijna allemaal al aan de muur hangen. Maar toch, het was wel een leuk momentje. Geluid maken voor al deze sterren! We zijn aan het afbouwen, er komen zo pizza's. Gaan lekker pizza eten en zo al lekker rustig. En ik ga nu eindelijk iets doen wat ik al de hele tijd wil doen. En dat is aan deze lippen voelen. Zo groot! En hier stond mijn stand. Er is nu niks meer van over. Het was zo cool. Met die lampjes en de make-up. Oh. En als allerlaatste was daar de award show. De eerste winnaar is niemand minder dan Rutger alias Virgil! Oh my god! De awards zijn begonnen. En we zijn nu een soort challenge aan het doen. Okay. En weet je wie er is? Lekker bezig! Het is inmiddels 9 uur. Dit was Feet. Het was crazy. Ik vond het zo cool. Het was zo druk. Er was zoveel te doen. Ja, en een meet and greet en alles. Het was zo vet. En ook de awards. Super goed gedaan. Ook bijvoorbeeld Umberto Tan. Die kwam gewoon. Hij kwam de cottonball eens doen en hij kwam cottonball challenge en hij kwam ook een award uitreiken. En ik ben nu helemaal kapot, want het was een lange dag. Van 9 tot 9, ja. Maar wauw, wat een ervaring. Ik ben thuis, ik wilde toch nog even rustig thuis afsluiten. Het voelde een beetje alsof ik het wilde afraffelen, omdat ik liep terwijl ik het vertelde. Maar dat is helemaal niet mijn bedoeling, dat is gewoon even in mijn enthousiasme. Heel erg leuk jullie weer allemaal te zien. En ja, het was gewoon onwerkelijk. Het was zo gaaf en...
wauw, ik ben heel erg moe. Maar aan de andere kant heb ik ook heel erg nog van die energie. En ik denk ook dat ik niet echt lekker kan slapen, omdat het dan nog wel in mijn hoofd zit nog. Maar ik wil iedereen bedanken die er was. En ik wil jij bedanken dat je dit video gekeken hebt. En zondag ben ik weer, dan heb ik weer een nieuwe video. Dus ik zie je heel graag zondag weer. Ja, tot zondag. Doeg!